Ik ben opgegroeid op een woonboerderij met een rommelig erf. De melk van de boer om de hoek. Producten uit eigen tuin. En dat was vroeger heel normaal. Dus ik was altijd in de weer, lekker buiten. Met moeder in de tuin. Toen zei mijn moeder ook van, joh, haal even een courgette. En dan ging ik op zoek naar de grootste courgette. Dan sneed ik hem af zo, hap. En dat ding onder de arm. Ja, het was gewoon een enorm apparaat. Wat het bijzonder maakte, is dat ik in één seizoen die hele cyclus kon ervaren. Compost aanbrengen, zaadje in de grond. En die plant geeft dan een vrucht. Daar kun je dan het hele jaar van eten. Sindsdien ben ik mijn hele leven eigenlijk met groen bezig. Als ik nu kijk naar landbouw, zijn we helemaal kwijt hoe het zit met het zaadje en het plantje. Omdat die keten uit beeld is. Ik ben natuurlijk de hoveniersopleiding gaan doen. Toen dacht ik, er is niks leukers dan leren hoe je straatjes moet maken. Op een gegeven moment, met eigen huis en tuin, voor televisie gaan werken. We konden enorme projecten maken, Italiaanse tuinen, Franse tuinen. Dus alles naar je hand zetten. Ik heb een lieve heersbeestje gevonden. En ik denk dat ik daar misschien dat ook een beetje kwijtgeraakt ben. Die essentie van de natuur en die band die we ermee hebben. Totdat de expeditie Robinson kwam en daar heb ik aan meegedaan. En voordat die televisieploeg eigenlijk begon met draaien, werd wel even snel het strand leeggeraapt. Er werden alle plastic flesjes weggehaald. En toen dacht ik bij mezelf, waarom zijn we onze eigen leefomgeving aan het vernietigen en dus ook onszelf? De mensheid is het zoek, maar ik realiseerde me dat ik dat als hovenier ook was. Nee, want wat is dan de impact van elke keer die zak potgrond? Of die kunstmest of die geïmpregneerde plank. Dat groen niet altijd duurzaam is, dat is een beetje het inzicht dat ik heb gekregen. Dus ik ben gaan kijken van ja, wat zijn nou die lessen die ik vroeger heb geleerd? En dat alles in balans moet zijn. Ben ik eigenlijk een soort van veredelde schoffelaar, straatjesmaker? Of ben ik als tuinman iemand die balans zoekt in de bodem en weer vlinders laat vliegen? Van decoratie naar waarde van groen, dat is waar het over gaat. Ik ben gestopt met eigen huis staan. Ik ben het andersom gaan bekijken. Dus wat kan een tuin nou brengen voor het landschap en voor die natuur? Waar ik me grote zorgen over maak is het verlies aan biodiversiteit. Zo zijn er bijvoorbeeld al 80% van alle vlinders verdwenen. En als ik dat aan mensen vertel, ja, ze lijken het wel te horen, maar echt te realiseren wat de impact daarvan is, dat doen ze denk ik niet. En die impact is dat als we maar genoeg leven verliezen, dat uiteindelijk ook de basis van ons eigen bestaan verdwijnt. 80% van alle gewassen die we verbouwen in de wereld, daar zijn beestjes voor nodig om ze te bestuiven. Ja, organismen in de bodem zijn ook super belangrijk. Dus als ik nou maar genoeg zou zorgen dat zo'n bodem uitgeput raakt, wat ik in het verleden dus deed, dan zul je ook zien dat planten minder weerstand hebben, meer water nodig hebben en het minder goed gaan doen. Dus alles heeft met alles te maken. En als je daar een paar schakels uithaalt, dan gaat de hele boel uiteindelijk tegen de vlakte. Dus als ik nu naar een tuin kijk en naar een plantvak, ga ik veel eerder kijken van wat past er in dit gebied en wat past er bij de bodem. Wat zijn eigenlijk de inheemse, normaal goede planten, zeg maar. Dat die tuin echt een springplank wordt om een nieuw ecologisch systeem te creëren. In plaats van vanuit een ontwerp en een kleur. En hier moet per se een palmboom groeien, want daar is heel veel materiaal voor nodig. En wat is de impact van die materialen? Hoe zit het met transport? De kans dat zo'n plant het niet goed gaat doen is ook veel groter. En dat is precies hoe mijn moeder met de tuin bezig was en de plek waar ze haar voedsel vandaan haalde. En het heeft me jaren gekost om daar eigenlijk achter te komen. Dus ik probeer dat weer door te geven op mijn kinderen. Kijk eens, wat is dat? En als we kijken naar hoe mooi een bloem is en hoe dat nou werkt met zo'n vlinder. Dat het lekker is om buiten te zijn en vies te worden. Dan hoop ik dat het zaadje is geplant, dat ze die natuur centraal stellen en daarmee één worden. We moeten die leefomgeving gaan zien als natuur. Dan ontstaat er waarde voor biodiversiteit.
En een tuin met alleen maar tegels wordt super heet en warm. Dus met een tuin met groen en water kunnen we inspelen op die klimaatverandering. En uiteindelijk ook, en daar gaat het misschien nog het meeste om, is dat we een goede plek hebben voor onszelf. En dat ben ik ook verplicht, voor mijn gevoel, aan mijn eigen kinderen. En dat is denk ik ook de enige manier waarop het kan. Is de plant een wegwerpproduct of is het iets wat je zelf zaait en er steeds weer terugkomt? Mijn moeder ziet op een of andere manier kans om op een hele natuurlijke manier bepaalde dingen op dezelfde plek te laten groeien en dat alles een soort van natuurlijke harmonie heeft, planten onderling. En dat is iets waar ik nog steeds naar op zoek ben. Maar hoe ze dat nou precies doet, ben ik nog steeds niet achter. Ze doet dat intuïtief, zeg maar. En ik zie dat veel te meer vanuit mijn professie. Als ik nu naar haar tuin kijk en naar die van mij, dan zie ik dat de planten bij haar meer bloeien. En dan denk ik bij mezelf, hoe krijgen ze het toch voor elkaar? Dat niet alles netjes naast elkaar hoeft en dat het een soort van eigen dynamiek heeft. Dat is de ontdekkingsreis die ik in al die jaren aan het maken ben. En dan zeggen mensen van ja, die groene vingers, dat heb je vast van je zoon. En dan zegt mijn moeder, nee hoor, dat is eigenlijk andersom. En zo is het ook.